Kijk. Hij denkt dat het wel mogelijk is. Maar hij vertelt er wel even leuk bij dat er 1 keer per jaar iemand overlijdt omdat hij verdrinkt. Dus, ja, leuk dat je weer kijkt naar de Gierige Gasten. Ik ben Martijn, normaal gesproken sta ik met Niels en die is vandaag... Ja, die zit op vakantie. Normaal gesproken sta ik hier natuurlijk ook met een twitteraar. Maar die zit vandaag in Budapest. Want die heeft ons getweet dat zij op een festival staat en haar schoenen zijn gestolen. En dat is fucking kut. Wij gaan ervoor zorgen dat zij nieuwe schoenen krijgen. We hebben een klein beetje hulp ingeschakeld. Want er is een schoenenmerk British Knights. En die organiseert een partytrein vanaf Amersfoort naar Sziget. En we hebben hun zover gekregen om ons nog 2 plekjes in de trein te geven. En ze waren ook nog zo lief om de schoenen te sponsoren. Ja, dus die reis, dat komt allemaal wel goed. Maar het spannende wordt natuurlijk nog om in Budapest dat festival binnen te gaan komen. Want dat wordt niet heel erg makkelijk, kan ik je vertellen. Laten we eerst lekker de schoenen ophalen, laten we die trein pakken en dan zien we het wel. Yes? Nou, de trein is van start. We zitten hier 20 uur lang. We moeten maar een beetje mee gaan doen, lekker feestjes. We moeten heel veel gratis bier regelen. Maar Carmen, we komen eraan, schat. Het enige ruilmiddel dat we hebben zijn de schoenen. Dus wij gaan kijken of we hier gratis drank mee kunnen regelen. We lopen nu in Budapest. Het Sziget Festival, dat zit ergens op het eiland. Ik heb hier een mapje gescoord. Je kan zien dat je echt gewoon maar 1 ingang hebt. En dat is de brug. En nou, die brug ga je natuurlijk no way overkomen, want dat is natuurlijk de enige waar echt een beveiliging zit. Dus ik ben bang dat de enige optie zwemmen gaat worden. Ik heb alleen wel van mensen gehoord dat dat heel gevaarlijk schijnt te zijn, want je hebt echt een hele zieke stroming. Nou, als het goed is heb je hier dan het water. Dit is gewoon openbaar terrein. Hier kan volgens mij gewoon iedereen rondlopen. Dus ik heb geen security. Maar ik heb me iets vergist. Volgens mij is het best wel een eindstep. How bad is the shirt? Oh. It's a British crew. It's very strong, huh? You wanna swim across? Is it possible? I think it could be, but it's not so safe. It's not safe? Not really. Each year someone drowns in the river. Hij denkt dat het wel mogelijk is. Maar hij vertelt er wel even leuk bij dat er 1 keer per jaar iemand overlijdt omdat hij verdrinkt. Dus ik ben echt fucking nerveus, houden. Voor fucking een paar schoenen, kom aan. Ik weet het niet, man. Joël, wat denk jij? Ik vind het wel link. Ja, het is echt heel link. Ja, ik ga zeker voor een paar schoenen. Kijk wat dit is. Alleen de schoenen mee, de telefoon en GoPro. En een GoPro. Ik ga Carmen zoeken en dan kom ik gewoon weer naar buiten. Pak het zo. Oké. Kijk uit dan, Marty. Goed, gozer. Dit is oprecht allerdomste wat ik tot nu toe heb gedaan. Het middenstuk ging nog wel. Op een gegeven moment, halverwege werd de stroom, ik kon er gewoon bijna niet meer tegenin zwemmen. Toen was ik bijna aan de kant en toen kwam ik gewoon niet meer vooruit en toen was ik gewoon echt op. En toen heb ik die kano's aangesproken en die waren eerst bijna, waren ze gewoon doorgevaren. Maar goed, laten we er niet over nadenken. Ik ben in ieder geval op het terrein. Zoals je ziet, ik heb de tas heb ik bij me. Carmen schoenen, die heb ik. Mijn eigen schoenen, ik ga hem even omkleden. Mijn GoPro heeft zojuist begeven. Ik film niet verder met mijn mobiel. Ik moet nu even met mijn mobiel gaan bellen. Om even te kijken waar Carmen is, als ik überhaupt kan bereiken. En een beetje een irritatiepuntje moet pakken. Oké, nou, ik heb Carmen net gesproken. Die komt dus goed nu naar de ingang bij de kluisjes. Nou, lieve kinders, we hebben elkaar gevonden. Hi. We staan hier naast Carmen. Helemaal uit Nederland. Ja. Ik heb mijn leven geriskeerd om jou deze schoenen te brengen. Ben je er blij mee? Kijk eens of er mooie schoenen zijn. Ja? Yes! Yes! Ze is blij. Oké, top. Nou, de missie is geslaagd. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier. Dankjewel. Ik mag weer terug naar Nederland. Yay! Het is wel gelukt, ouwe. Oh, shit. Wat is dit eng. Ik besef nu pas wat er allemaal gebeurd is. Maar in ieder geval, om dit item nog even mooi af te sluiten. Vond je dit nou een leuk filmpje? Vergeet niet te abonneren. Like ons ook even op Facebook, Instagram en Twitter. Ik heb ook mijn persoonlijke Instagram, die staat nu beneden. En hebben jullie nou ook een wens, net als Carmen? En ja, we komen helemaal uit Nederland om jouw schoenen te brengen in Hongarije. Dus post jouw probleem even op social media. En wie weet zit jij in onze volgende aflevering. Ik ga terug naar Nederland. Tot ziens. Tot volgende week. Ik wil ook nog even graag British Knights bedanken voor het mede mogen maken van de reis en de schoenen. Zonder jullie was het een stuk lastiger geweest.